voordat jullie gaan rijden, willen wij je de werking van de oldtimer uitleggen. Aan de sleutelhanger zitten de sleutels van de oldtimer. De sleutel van het contact heeft een gele tie wrap. De andere sleutels zijn van de deuren om de oldtimer af te sluiten. De sleutels zijn asymmetrisch, dus passen maar op één manier in de sloten. We beginnen eerst aan de buitenzijde van de bus. De schuifdeur gaat open door middel van de deurhendel naar beneden te duwen en dan rustig te openen tot het eind. Hier tref je de achterbanken aan. Als je de schuifdeur weer gaat afsluiten, dan de deurhendel even van boven naar beneden doen om de deur te ontgrendelen. Je zet je handen op de zijkant van de deur en dan schuif je de deur met lichte kracht dicht. In verband met de veiligheid altijd de deur vanaf buiten openen en sluiten. Als je plaatsneemt achter het stuur, dan heeft de bestuurder en passagier beide een driepuntsgordel. Op het dashboard zie je allerlei knopjes en hendeltjes. Links van het stuur, op het dashboard, zit de knop voor de verlichting. Deze trek je naar je toe. Vergeet hem niet uit te zetten als je de auto verlaat. Rechts van het stuur, op het dashboard, zit de knop voor de gevarenlichten. Onder de radio zit een zwart handvat. Dit is de handrem. Deze naar je toe trekken, dan staat de handrem erop. Om de handrem te ontgrendelen, draait u de hendel een kwartslag naar rechts en dan volledig naar voren. Vergeet nooit de handrem eraf te halen als je weer gaat rijden. Op het dashboard rechts van het stuur zit de verwarming en koeling. De twee rode hendels naar beneden is warme lucht en de blauwe naar beneden is koele lucht. Het schakelen. De bus heeft 4 versnellingen en schakelt zoals je wellicht ook met de hedendaagse auto gewend bent. Trap de koppeling in en probeer rustig te schakelen. De eerste en tweede versnelling zitten links tegenover elkaar. De derde en vierde versnelling zitten rechts tegenover elkaar. De vierde versnelling gebruiken we alleen boven de 60 km per uur. De achterruit werkt door middel van de versnelling in zijn vrij te zetten, middenstand, en vervolgens de versnellingspook naar beneden te drukken en dan linksachter naar de tweede versnelling te trekken. Als je de contactsleutel in het contactslot doet, trap dan altijd het koppelingspedaal in. Het handvat van de sleutel heeft een brede en smalle kant. De smalle kant moet naar de bestuurdersdeur wijzen. Als u de sleutel dan een kwartslag draait, gaan er in de linkerklok op het dashboard 2 lampjes rood branden. Dit zijn het accu en het olielampje. Als je de sleutel doordraait en een beetje gas geeft, dan start de bus. De 2 rode lampjes gaan dan uit. Mochten ze dan nog even iets blijven branden, geef dan iets meer gas en dan gaan ze uit. Bij een warme oldtimer moet je het gaspedaal volledig intrappen totdat de motor loopt. Mocht één van de 2 lampjes gaan branden, stop dan direct en bel het pechnummer. De benzinemeter functioneert uit ervaring niet altijd even betrouwbaar. Rijd daarom op de kilometers. Wij adviseren om altijd bij 200 gereden kilometers te tanken. De auto wordt altijd volgetankt meegegeven. De tankdop zit aan de rechterkant van de bus. De tankdop kan zonder sleutel verwijderd worden. Laat op een warme dag of een lange rit de auto nog 1 minuut stationair lopen om de motor af te koelen. Mocht je toch nog vragen hebben over de werking van de auto, neem dan contact met ons op. Veel plezier en maak er een mooi avontuur van!